Er is mij gevraagd hoe je nou een zeshoek moet maken. En daar had ik lopen nadenken, maar het was eigenlijk eenvoudiger dan ik had vermoed. Want het is heel simpel. Ik ga dit hier met een cirkel maken. Ga ik dat eens uitzetten. Ik heb hier een cirkel van, even kijken, van zo'n 10 centimeter. Ik ga even zo. Dat is mijn cirkel. Nou. En dan ga ik door het middelpunt heen. En ik heb natuurlijk een straal van de helft van die, of de, nee, van 10 centimeter. Ik heb een cirkel getrokken van een straal van 10 centimeter. En nou is het zo dat die straal eigenlijk ook de maat is van de kant van die zeshoek. Kijk. Ik zal het hier vandaan eens zo. En dan moet deze maat ook hetzelfde zijn. En dat is die. Kijk. Dit is de maat van mijn... Dus de straal van de cirkel is ook de maat voor de zeshoek. Zo. Zo. En deze, de duimstok, zo. Kijk, want dat heb ik hier natuurlijk ook. Kijk, hier heb ik mijn zeshoek. Dus deze straal, dat is vanaf hier tot daar, is hetzelfde als van hier tot daar. Want ik krijg hier een gelijkbenige driehoek. Dat dit ook R is en deze is R en die is R. Dus eigenlijk is het niet zo erg moeilijk.